Ja, en dit is dus onze thuishaven, het Soevereinstadion. En ja, hier gaat het moeten gebeuren dit jaar. Bijna 5 jaar speelde Stijn Wuitens voor AZ. Nu speelde hij sinds een paar maanden voor het Belgische Lommel. En dat is een ambitieuze club dat uitkomt op het tweede niveau. De voorbereiding is nu voorbij en ja, er wordt hard getraind. De faciliteiten zijn iets ouder, maar ja, het is hier wel heel rustig. Het is prima, prima werk hier. Ja, hoe gaat het met jezelf? Op zich wel goed weer. In de voorbereiding even een oefenwedstrijd tegen een kleine blessure aangelopen. Maar ja, inmiddels train ik weer volop mee, dus ja, zo goed als fit. Toen jij afgelopen zomer, of eigenlijk deze zomer nog, bekend maakte dat je wegging bij AZ naar Lommel toe. Niet op hoogste niveau, maar op het tweede niveau. Werd er best wel verbaasd gekeken. Snap je dat? Ja, tuurlijk. Als je puur de clubs naast elkaar zet, van de historie van de laatste jaren, zal ik maar zeggen, dan ja, is het verschil natuurlijk wel redelijk groot. Alleen, ja, ik heb bewust gekozen voor ja, het project, de ambitie van de club. Vooropgesteld vind ik het ontzettend jammer dat Stijn niet nog bij ons speelt. Want dat wouden we heel graag, we hadden hem heel graag behouden. Hij heeft om redenen die hij denk ik zelf het beste kan verwoorden ervoor gekozen om niet bij AZ bij te tekenen en een hele andere stap in zijn carrière te maken. En ik denk dat een stap is die niet louter dan alleen voetbaltechnisch genomen is, maar misschien ook wel een klein beetje vanuit het vervolg na zijn voetbalcarrière. Ik weet niet precies hoe oud hij nu is, 30 of 31 geloof ik. En als je dan nog voor 5 jaar kan tekenen, dan denk ik dat een prima keuze is en te begrijpen is. En dat hij dat ook nog eens doet, heel dicht bij huis. Ja, en op deze tribune ja, stond ik dan als kleine jongen naar de wedstrijden te kijken. Ik denk een jaar of 17 geleden. Dat was de wedstrijd Lommel-Genk, als ik me nog goed herinner. En dan zat ik in een van deze stoeltjes, of stond ik hier. Dus ja, het zijn leuke herinneringen. Maar toch, je bent 30 jaar, je hebt nog geweldige voetbaljaren voor de boeg. Ik snap dat het ambitieuze project is, maar je begint natuurlijk wel op het tweede niveau. Ja, klopt, het is ook zo. Het is, zoals je zei, een opoffering. Alleen, ja, je gaat inderdaad een niveau omlaag. Maar dat is eigenlijk om daarna ja, misschien 2 stappen vooruit te zetten. Om misschien hier op het hoogste niveau te spelen of om ja, in hun groep misschien nog een stap te maken. En ja, ik snap wel dat mensen dat een beetje gek vinden, misschien die keuze. Alleen ja, voor mij, alles bij elkaar opgeteld, was het eigenlijk wel een logische keuze. Straks meer over zijn nieuwe club Lommel. Eerst gaan we terug naar januari 2016. Wuitens maakt dan de stap van Willem II naar AZ. En een paar dagen na zijn contractondertekening begint hij al gelijk in de basis thuis tegen Feyenoord. Niet als middenvelder waar hij normaal speelt, maar als centrale verdediger. Ja, in het begin was het ja, een beetje gek. Natuurlijk was het door omstandigheden. Derek pakte volgens mij een rode kaart de wedstrijd ervoor. Lucassen? Ja, die was geschorst. En toen werd er aan mij gevraagd van, heb je er ooit gespeeld? Dus ik zei al van ja, ik heb er ooit een keer bij Willem II gespeeld. Alleen ja, ook meer uit noodzaak dan bedoeling. En ja, uiteindelijk, eerst was het 3 dagen later, het Feyenoord thuis. Ja, stond ik centraal. En dat is in principe bijna altijd zo gebleven. Van Overeem, geen buitenspel. Jansen, dan is er verder niemand mee. Dos Santos wel aan de linkerkant. Jansen houdt lang balbezit en... Oh! Die wedstrijd was natuurlijk een geweldige wedstrijd voor ons. Voor mij speelde hij echt supergoed. Ook gewoon in duels, wat ik me zo snel kan herinneren. In kopduels en zo. Ja, je verwacht dat niet direct van een speler die als middenvelder gehaald is. Maar hij stond er gelijk. En dat is wel was gewoon heel erg knap. Ja, en dat was gelijk een aardige binnenkomen. De sfeer was direct goed. Dus dat was wel ja, voor mij een perfecte start. Door zijn goede spel tegen Feyenoord als verdediger stond hij daar nog heel vaak. Vaker dan hij eigenlijk wilde. Maar ondertussen ontwikkelde hij zich als een betrouwbare en voetballend sterke linkercentrale verdediger. Ja, in het begin dan leg je erbij neer. Je hebt een nieuwe club, je wilt alles, ja, gewoon je best doen. Je neemt alles aan en je zegt gewoon, ja, tuurlijk, ik doe dat. En na een tijdje begon dat wel te knagen. En ja, heb ik wel een keer aangegeven van, ja, toch liever op middenveld. Uiteindelijk toch centraal blijven staan. En op een gegeven moment dan, ja, dan wordt het jouw positie. Je traint er, je speelt die wedstrijden daar. En dan op
een gegeven moment dan heb je het gevoel van oké, dit is gewoon mijn positie. Ja, voordat ik kwam heeft hij volgens mij ook wel veel op middenveld gespeeld. Eigenlijk vanaf het moment dat ik bij AZ ben gaan werken, hebben we hem gelijk centraal achterin gezet, waar hij daarvoor ook al eens gespeeld had. En dat had ook te maken met dat die positie volgens mij vrij viel bij ons op dat moment. En dus ik vind Stijn een centrale verdediger, maar ik heb wel gezien dat hij eerder in zijn carrière ook heel veel hele goede wedstrijden op een middenveld heeft gespeeld. Hier in Lommel, ben je verdediger of middenvelder? Ja, verdediger. Ja? die vraag heb ik ook gehad. Uit noodzaak zou het een keer kunnen, maar nee, ik ben gewoon in principe gehaald als verdediger. Daar komt de doelman en die zit er helemaal naast. En dus zit die bal erin. En is daar een blessure. En een behoorlijke blessure ook voor Stijn Buitens. Dan naar het meest verschrikkelijke moment van de periode van Buitens in Alkmaar. Dat was de botsing tegen de keeper van Dundalk tijdens een Europa League duel. Het stadion viel stil en iedereen maakte zich enorme zorgen om de toestand van Buitens. Dat is mij heel lang bijgebleven nog. Ook nog wel een tijdje last van gehad. Een bal die valt hoog. Ik wil hem verlengen. Ja, ik zie de keeper eigenlijk niet aankomen. En op het moment dat ik hem net wegkop, krijg ik een vuist in mijn gezicht. En vanaf dan is alles zwart. En als je daar dan heen loopt, dan zie je hem liggen. Ja, daar werd ik niet vrolijk van. En daar word je nog steeds niet vrolijk van. Dus dat maakt ook wel impact op de groep. Maar gelukkig was hij wel weer redelijk snel hersteld. En viel het gelukkig allemaal mee. Alleen op het moment zelf zag het er niet heel best uit. Eerste shirtje. Dit is mij heel lang blij gebleven. Misschien niet om de juiste reden, maar sommigen zullen nog wel herinneren. De keeper van Dundalk. Ja, de keeper van Dundalk. Toen ging het licht bij mij even uit en... Daarna is hij nog even bij mij komen zitten, de wedstrijd daarna. We hebben nog even gebabbeld en hebben shirts gewisseld. Dus het is een beetje twee kanten, maar op zich nu vind ik het wel leuk om het shirt te hebben. Dat is bij mij wel een bepaalde herinnering. Ik krijg veel vragen en mensen zijn super bezorgd. En als ze mij bij wijze van met mijn hand op mijn hoofd zien zitten, dan denken ze van oei, is er iets aan de hand? En super veel berichten gehad. Dus uiteindelijk ben je daar gewoon blij mee en dan... ben je weer positief als je terug op de club komt. Ook tranen bij John van der Brom. Oh, daar word je toch heel akelig van. Ja, dus eigenlijk is de voetballerij een stuk warmer dan je dacht. Ja, op zo'n momenten dan komt dat extra naar boven. En je hebt gewoon sommige jongens die zijn gewoon extra bezorgd. En dan zie je de emoties. En dat is uiteindelijk achteraf gezien mooi. Ja, op het moment zelf is het natuurlijk iets minder. De tunnel is open. Het zonlicht wordt tegemoet getreden. Door de arbitrage en door de spelers van AZ en Feyenoord in de 100ste bekerfinale. Buitens speelde met AZ twee bekerfinales. Helaas gingen ze allebei verloren. De eerste keer verloren de Alkmaarders van Vitesse en een jaar later in 2018 van Feyenoord. Mooie route na de finale. Met vol vertrouwen eigenlijk de finale in, want we hadden een goed team. Zeker de tweede keer zat ook in een goede flow en dan verwacht je heel veel van die wedstrijd. En uiteindelijk konden we het in die finale gewoon niet waarmaken. Filena, de aanname is niet helemaal geweldig. Het schot is nog aardig. Toornstra voor de 3-0. En die kans hebben we zeker gehad. En natuurlijk afgelopen seizoen had ook nog een mooie bekroning kunnen worden. Alleen dat is niet gebeurd. En dat is eigenlijk het enige wat denk ik ontbreekt voor hem en voor meerdere denk ik. Shirt van de bekerfinale. Ja, AZ Feyenoord. Helaas verloren. Doet dat nu nog pijn als je naar het shirt kijkt? Ja, het is dubbel. Aan de ene kant ben je trots dat je daar gespeeld hebt. Mooie atmosfeer. Alleen achteraf, het gaat om de prijzen en die hebben we helaas niet kunnen pakken. Zijn dat ook een beetje de dieptepunten eigenlijk in je periode bij AZ? Sportieve dieptepunten? Ja, ik zie het eerder positief. Van de finale is super om mee te maken op zich al. Je speelt in een volle kuip. Die sfeer is ongekend en dan het is één wedstrijd waar het dan om gaat. Uiteindelijk doet het pijn dat je hem verliest, alleen... het is ook wel gewoon mooi om mee te maken. Terug bij Lommel. Tussen de bossen trainen Buitens en zijn teamgenoten en er heerst veel optimisme. Dat was vorig seizoen wel anders. Toen stond Lommel nog op de rand van de afgrond. Een faillissement leek zelfs nabij. Maar sinds deze zomer is de Belgische eerste divisionist overgenomen door de City Football Group. En dat betekent dat er weer van alles mogelijk is. Ja, het is een ambitieus project denk ik om... van Lommel, een club op tweede niveau, eigenlijk een club op het hoogste niveau te maken. En dat zal stap voor stap gaan. Alleen je merkt nu al dat de stappen die gezet worden zijn best wel groot. Dus ik ben benieuwd waar het gaat eindigen. Ik
big project in terms of player development. So there's a big emphasis on developing players, improving players, but obviously competing in the league at the same time. So yeah, quite a restructure at the club, lots of change. But yeah, it's in a good place. Come on, keep going. Come on, Chris. In there. I think producing players that can go on to play at a high level, it would be one. Also alongside that, obviously, you know, we want to do well in the league at some point in the, you know, the coming seasons. We want to get promoted as well. So two aspects, team result and player development. Als ik zo kijk naar de training en zo luister naar de training, is de voet al af en toe Nederland. Ja, het is een aardige mix. We hebben een aantal Spanjaarden, ja, Engelstaligen en dan ja, Belgen en nog één of twee verdaalde Nederlanders. Dus ja, het is een mooie mix. Alleen ja, het is soms ja, een beetje met hand en tand proberen uit te leggen wat je bedoelt. Dit is dus onze kleedkamer. Zoals je ziet, het is nog ja, allemaal een beetje van de oude stempel. Alleen ja, dit gaat er allemaal volledig uit en ja, er komt allemaal nieuwe dingen. Mm-hmm. Ja, dat zijn dus ja, een van de dingen die hier allemaal gaan veranderen, ja, met de Citygroep. Dus ja, alle faciliteiten worden natuurlijk, ja, die kregen een upgrade en dat komt er allemaal mooi uit te zien. Hoe wordt er hierop gereageerd? Want ja, Lommel is natuurlijk wat je zelf zegt, veel is hier wat achterstallig, wat ouder en dergelijke. Maar dan komt er in één keer zo'n City voetbalgroep met natuurlijk heel veel geld, met miljoenen. Hoe wordt daar hierop gereageerd? Ja, ik denk vooral positief. Ja, Lommel was een club die het heel moeilijk hadden vorig jaar. Ja, die zochten aan ja, een overname eigenlijk. En ja, toen kwam de Citygroep voorbij. En ja, als je ziet ja, welke mogelijkheden er dan opeens mogelijk zijn, ja, dan denk ik dat je als club de keuze heel snel gemaakt is. Buitens zit op zijn plek bij zijn nieuwe club. En dat blijkt ook wel uit de duur van zijn contract die hij onlangs tekende. De aankomende 5 jaar is hij namelijk verbonden aan Lommel. Ja, het is inderdaad een lang contract. Het is ja, met veel mogelijkheden. Alleen, ja, er ligt in principe nog niks helemaal vast. Het is ja, nog een kans dat ik eventueel een avontuur in het buitenland ga doen. Ik ga mijn opleiding als trainer beginnen. Ja, ik ga daarna ook hier ja, mijn trainerscarrière beginnen. Hoe zit dat? Nou, het zit prima hier, maar staat er nog iets liever op veld. Ja? Dat zeker, ja. Maar kan je het voorstellen dat je hier als trainer gaat zitten ooit? Ja, het is nu nog een beetje ver weg, maar misschien over een jaartje of 7, 8. Ja, het zou mooi zijn als ik dan op deze plek kan zitten. Gaan we je nog terugzien in Nederland? Bij AZ? Ja, ik kom sowieso nog een keer kijken. Dat lijkt me wel duidelijk. En, ja, ik ben altijd wel een beetje verbonden met Nederland. Ik heb er heel lang gespeeld. Ik ken er nog veel jongens. En, ja, ik ga zeker nog regelmatig in Nederland te zien zijn, ja, absoluut.